Nederlands op dat jaar. Om 2:30 in Sibiu. Dames en heren, we wensen u vanmiddag een prettige en een sportieve middag. Dank u wel. Ik heb problemen, maar we gaan even zitten. Thank you.
maar, Kleus! Die bal, man! Ja, zak het dek, kom op! Come on, man. Come on.
Come on, Bob!
Henk, jammer Henk. Goeie bal Henk. Klus bij Vrote. Ik heb wel een hè? Wittenhorst, net kampioen, Jeheger, gefeliciteerd, ook namens de Rosa natuurlijk. Ja, een jaar in die vierde klas en dan weer direct goed. Was het de verwachting of niet? Nou, ik vind dat de jongens er keihard voor gewerkt hebben. We zien Noord-Degradatie 3 weken later weer beginnen te trainen voor zo vlot mogelijk op de vierde klas te komen. Nou, en dat is dus goed geluk. Inderdaad, ja. Het was vandaag toch een ontzettend zenuwachtig. Hè? Heel snel een tegendoelpunt. En ja, dan is het natuurlijk maar wachten of de bal er toch in wilt gewoon. Nou, ik vond nog het tegendoelpunt dat we goed terug zien gekomen. Hè? Dat we het spel beheersden. En toen wie het eindwoord voor ons. Nou, toen, ja, dat is het probleem waar we weer met zitten. Dus we worden weer een beetje paniek kreeg. En veel vrije trappen, wat eigenlijk niet nodig was. Maar we hebben het toch goed doorstaan. Pascal Billen zit er veel hoge bijl gegrepen. Ik vind dat het toch was niet meer zo erg moeilijk voor te kijken, maar het was wel spannend. Ja, ik huurde dich op een gegeven ogenblik onder de wedstrijd zeggen, jongens, dat gaat mis. We kregen veel te veel vrije trappen tegen. Was je er echt bang voor? Nou, ik dacht op een gegeven moment dat ze zoveel vrije trappen tegen kreeg, nou, dan gaat het eindelijk aan mis. Ik bedoel, maar ja, het geluk was voor ons dat het niet zo is gebleven. Ja, inderdaad, 2-1, het is inderdaad genoeg. En ja, nu die derde klasse weer. Wat gaat er gebeuren? Nou, ik denk als Wittenhorst de groep bij een helpt, tot Wittenhorst in de derde klasse ook een woordje mee gespreken. Maar dat is werk van mijn opvolger. Dat is werk van een opvolger, ja. Jij is weg met de kampioenschap, Jui. Een goed gevoel of zei ze nou, als ik alles weet, hij toch naar Jurgen erachteraan willen plekken? Oh, nee, zo is dat niet. Zo werkt het niet met voetballen. Ik bedoel, in december moesten ze beslissen en dan werd ze niet of ze in mei kampioen was. Nee, dat ben ik wel met die gids. Maar ja, de kans zat er toch inderdaad goed in. Ja, ja, de kans zat er inderdaad goed in. Maar ja, dat is een team van kom, dat is een team van gewoon 3 jaar met diezelfde jongens. En dan vind ik dat noem maar die jongens ook een andere uitdaging nodig hebben. En ik vind dat het zo goed verlopen is voor ons. Goed.
Goed zo, jullie in elk geval bedankt dat ze ons direct even het woord hebben zullen stoppen. Meneer de Vuus, ook gefeliciteerd natuurlijk. Ja, en Jor zag ik net ook tegen Jeu Heger in de vierde klas. En dan toch weer terug naar die derde klas. Een heel mooi resultaat eigenlijk. Ik denk dat het een heel mooi resultaat is, vooral omdat ze zeggen dus, het is moeilijker om vanuit de vierde klas naar de derde klas te komen dan eventueel hogerop. Omdat natuurlijk iedereen er hard op gebrand is om Wittehorst een nederlaag toe te brengen. Vooral als je rond de sfeer van de kerkdorpen zit. En die zijn er echt, om Horst een pootje te lichten, dat is een eer voor die clubs. Hè. Sportieve pootje te lichten natuurlijk. Natuurlijk, dat is dan, en dat is ook niet erg natuurlijk, ze moeten, de sterkste moet het eigenlijk winnen. Zo is het. Ja, we hebben dus een wedstrijd gezien vanmiddag, behoorlijk zenuwachtig. Ja. Goed, de belangen zien natuurlijk groot. Zeker ook omdat we dus toch nog afhankelijk waren van het resultaat van Wansum. Ja, die spanning was duidelijk te merken, ook binnen het veld en langs de lijn ook, want soms werd het akelig stil ook. Hè. En je zag sommige spelers toch ook wel dat die veel moeite hadden om de zenuwen in bedwang te houden. Hè. Maar ja, het is goed afgelopen. Hè. Het is inderdaad goed afgelopen, maar ja, nou kriegen we de toekomst. Wat gaat er gebeuren? Hoe bedoel je dat? Dit is in ieder geval promotie naar de derde klasse. Dat, is in ieder geval dat sowieso. Nou, ik bedoel dus in eerste instantie, wat gaat er vandaag gebeuren? Oh, dat zal ik even, dus ik heb het hier toevallig bij me. Dus om 6:30 dan worden de speurders, de trainer en de begeleiding verwacht bij Café de Sport. Dat is nog steeds ons clublokaal daar. Hè? Ja. Ook al hebben de sporten meestal een eigen kantine, maar natuurlijk. Een clublokaal moeten we toch in ere houden. En dan vanaf 7:30 is er een gezellig samen zijn voor iedereen in de zaal de sport. En de supporters die zijn vanzelfsprekend ook daar van harte welkom. En vanaf 8:00 is er live muziek in het orkest Aces. En om 9:30 is er een huldiging van de kampioenen. Nou, kijk eens aan. En dan, wat gaat er gebeuren in de toekomst? Gaat Wittehorst zich nog versterken? Of zeg je, we houden deze ploeg bij elkaar? Ja, dus in eerste instantie deze ploeg natuurlijk bij elkaar houden. Hè. En dan, we zijn amateurs, hè, dus kopen doen we niks. En kunnen we ook niet. Dus, maar het is dus duidelijk wel dus dat deze ploeg die het verdient. En ik denk dat hij ook verdient om samen verder te gaan. Goed zo, meneer De Vuus. Ja. Bedankt. En dan consumptie van maar daar zou ik zeggen. Om 7:30 dan is er een soep. Antoine Driessen, de aanvoerder van Wittehorst. Antoine, natuurlijk proficiat. Het was toch nog even op het nipperke, hè? Het is natuurlijk altijd op het nipperke, maar als je zegt drie wedstrijden voor Lent, je werd kampioen, dan denk ik dat je de dik van in de kampioen ziet. Met toch het ieder en al tegenslagen dat we nog gehad hebben, na de winterstop, denk ik dat we toch terecht kampioen zien. Vandaag is ook gebleken dat we een sterk collectief hebben gehad. Zeker het eerste oor hebben we zeer sterk voetbal, zeer sterk als collectief, denk ik. En ik denk dat we vandaag toch, ondanks op het laatste kwartier nog moeilijk hebben gehad, dat we dit gewonnen hebben. Dat zeker, maar het begin was eigenlijk toch ontzettend jammer. Hè? Direct een treffer tegen. Ja, en dan werd het toch wel even moeilijk, ja. Denk ik. Toen, de spanningen voor de wedstrijd natuurlijk. Je denkt, hè, die tegengoal mocht niet komen. Dan komt de eerste 5 minuten krijgen gelijk een tegengoal. Dan weet je gewoon dat je het heel moeilijk krijgt. Nou, we hebben toch heel veel druk gezet op de achterhoede van Bergen. Want we weten gewoon, de achterhoede van Bergen is het zwakste gedeelte. En we hebben constant met druk uitgeoefend op die achterhoede. En ik denk dat dat heel goed gelukt is. De voorhoede weinig bellen gekregen. Op het eind van de wedstrijd kregen ze natuurlijk die ballen die ze moeten hebben. Maar ja, dat is uiteindelijk toch, de vermoeidheid, de spanningen. Maar het eerste oor hebben wij heel veel druk op de achterhoede van Bergen gezet. En ik denk dat dat de overwinning van ons is geweest. Dat zeker. Ik heb op een gegeven moment tijdens de wedstrijd, heb ik Jeu Heger dus huren zeggen van jongens, dat je het mis. We halen het niet. We kregen veel te veel vrije trappen tegen. We kregen inderdaad zeker in het midden van de wedstrijd en op het einde veel te veel vrije trappen tegen. Misschien de spanningen, dat weet ik niet. Maar inderdaad, het helemaal gelieke verhaal op de zielijnen dat we te veel vrije trappen tegen kregen. Onnodige, moeilijke situaties hebben door gekregen. Maar het sterke, ik zeg al, de eerste helft hebben we heel veel van de goal afgevoetbald op tegenstanders in de helft. En dat is denk ik onze kracht geweest vandaag en onze overwinning. Ja, en dan zelfs natuurlijk een ontzettend mooie bekroning met twee doelpunten. Allebei de doelpunten kwamen dus vanaf die schoon verloop. Ja, dat is natuurlijk een heel lekker gevoel. Als kampioen werden ze het mooiste en ook nog in Bergen zelf. En de concurrent van de Waafschut is heel mooi. Maar als je er zelf ook nog twee golen maakt, dan denk ik dat je heel tevreden moet zien. Dat mogen zeker. En wij laten nu niet langer van de Nouja van Antoine. Vier feest vandaag, je hebt het verdiend. Ja, dankjewel hè.